in die 1-0 win je van Groningen. Hoe lekker smaakt deze overwinning? Ja, heel lekker. Ja, je weet gewoon eigenlijk, deze wedstrijd moet je winnen. We hebben al een tijdje thuis niet gewonnen. En we hadden best wel een goede reeks eigenlijk. En eigenlijk de laatste twee wedstrijden hadden we wel het gevoel dat we er meer uit konden halen. En vandaag kwam eigenlijk alles eruit. En verdedigen stond ook heel goed, dus een hele lekkere overwinning. Ja. Het is een beetje een stroeve wedstrijd, niet heel veel kansen. Maar wat maakt het uit? Nee, dat maakt ook niet uit. Uiteindelijk maakt ook helemaal niet uit. Als je wint, dan dat is het belangrijkste. En de manier waarop, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe, vind ik. Als er maar strijd is en de wil om te winnen, dat is eigenlijk gewoon voldoende. En dan zie je dat wij een hoop kunnen bereiken met het team. Ja, Els van Hooy maakt het doelpunt voor een spits, een geweldig moment. Voor een rechtsbuiten in dit geval. Voor de keeper is de nul heel lekker. Voor jou nu? Ja, klopt. Dat is langzamerhand wel een dingetje geworden. En ja, tuurlijk, voor een keeper is het enige primeurtje is eigenlijk de nul. Als je echt praat over doelpunt met de assisten en als je dat dan wil vergelijken, dan is eigenlijk alleen de nul iets heel moois voor de keeper. En het heeft even geduurd, maar eindelijk, ja. Had je hem nodig voor je gevoel? Nou ja, misschien eigenlijk wel. Kijk, ik bedoel, je kan ook 2-1 winnen en alsnog een heleboel mooie reddingen hebben. Maar de nul, ja, dat staat gewoon goed. En wat ik zeg, vandaag is het eindelijk gebeurd. En ik moet zeggen, dat voelt wel heel erg goed. Het is heerlijk dat je kan onderscheiden, hè? Zo'n pegel van Warmerdam, zo'n corner vlak voor tijd die je dan eruit tikt. Ja, goed. Ik train gewoon heel goed de laatste tijd. En ik zit weer bij Jong Oranje, dus in principe ben ik goed bezig. Alleen in de wedstrijden is er tot nu toe niet altijd uitgekomen. En ik hoop dat ik deze lijn gewoon kan doortrekken en van waarde kan zijn voor het team. Je noemt het al, Jong Oranje. Bijlo ontbreekt in de selectie. Volgens mij een knieblessure. Dat opent wellicht de deur voor jou na een debuut. Ja, wellicht. Vorige keer zat ik achter hem, was ik de nummer 2. En ik weet niet wat de hiërarchie deze activiteit gaat zijn. Maar ik ga daar mijn stinkende best doen natuurlijk om mijn eerste minuten voor Jong Oranje te maken. Ja.